Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. We hebben dus een bewolkte start van de dag, alleen in het noordoosten schijnt de zon lekker. En uit die bewolking valt helaas ook regen. De zwaarste buien trekken over het noorden van Limburg, het oosten van Brabant en over Gelderland en Utrecht. Later vanochtend neemt de buigheid wat af, en met het oplopen van de temperaturen kunnen er later vanmiddag dan weer zwaardere buien ontstaan, met kans op onweer. Het wordt warm, 22 à 23 graden aan zee en rond 27 graden langs de oostgrens. Vanavond neemt de buiigheid weer af, zal het op de meeste plaatsen droog zijn en af en toe schijnt de zon. En halverwege de avond is het dan zo'n 20 tot 22 graden. Morgenochtend weer bewolkt, een enkele bui. In de middag langs de oostgrens weer kans op een onweersbui en het wordt ook gewoon weer warm, 22 tot 28 graden. Het lijkt niet op te kunnen met die warmte. Maar toch komt er wel een verandering aan de komende dagen. De zondag wordt een best aardige dag met geregeld zon en 20 tot 26 graden. Maar na het weekend zien we de temperatuur geleidelijk dalen. Misschien dat het dinsdag niet eens 20 graden wordt op sommige plaatsen. Dan kan het huis eindelijk weer goed afkoelen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.